أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ik heet jullie allemaal welkom, beste broeders en zusters, in deze gezegende bijeenkomst. Het programma is als volgt. Het is de bedoeling dat ik hier tot een uur of zes ga spreken. Allah is torna. En daarna krijgen wij een quiz om zes uur. Quiz. Waarbij jullie een boek kunnen winnen. En na al-Isha, na Salat al-Isha, begint de lezing van onze broeder Mohammed al-Husseini, inshallah. Allemaal mee eens? Alhamdulillah. Beste broeders en zusters. Al-Imam al-Tirmidhi, rahimahullah, heeft overgeleverd van al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, oom van de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mogen Allah hem prijzen en beschermen, dat hij zei: op een dag zaten wij bij de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Toen kwam er een wolk voorbij. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: ma tusammuna hadih? Hoe noemen jullie dit? Wij zeiden: as-sahab, een wolk. Hij zei: wal muzn. Al-muzn is een ander woord voor wolk. Wij zeiden: wal-muzn. Hij zei: wal-ghamam. Al-ghamam is weer een ander woord voor wolk. Wij zeiden: wal-ghamam. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam: atadruna kam bayna as-sama'i wal-ard? Weten jullie wat de afstand is tussen de hemel en de aarde? Wij zeiden: Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah en zijn boodschapper weten het beter. Daarop zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam: de afstand tussen de aarde en de eerste hemel is zoveel en zoveel jaren reizen. Een enorm grote afstand. Daarna zei hij: wa alaykum assalam. Zouden jullie allemaal naar voren willen komen? Onze jongeren die naar voren kunnen komen, zouden jullie naar voren kunnen komen? Het is van de sunna om allemaal bij elkaar te gaan zitten. Op een dag kwam de profeet sallallahu alayhi wa sallam de moskee binnen en zag de mensen verdeeld in groepen. Hij zei tegen hen: mali arakum izin. Waarom zie ik jullie verdeeld? In een andere overlevering: inna tafarruqakum hadha innama huwa min ash-shaytan. Deze verdeeldheid is afkomstig van de shaitan. Iedereen die onder de 40 jaar is, mag hier komen zitten. Boven de 40 jaar mag leunen. Shu'aib. Kom anders hier. Tayyib. Daarna zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam: en de afstand tussen de eerste hemel en de volgende hemel is gelijk aan de afstand tussen de aarde en de eerste hemel. Enorm grote afstand. Daarna sprak hij over de derde hemel en de vierde hemel. En hij zei: de omvang van elke hemel, dus de dikte van elke hemel, is zo groot als de afstand tussen de hemel en de aarde. En hij ging zo verder totdat hij bij de zevende hemel kwam. En toen zei hij: tussen de zevende hemel en El Kursi is diezelfde afstand weer. En boven de kursi is al-bahr, is een zee. Subhanallah, boven de kursi is een zee. Het is geen zee zoals wij die hier kennen op aarde, maar een zee waarvan Allah het beste weet hoe die is. Thumma fawqa al-bahri al-arsh, wa fawqa al-arsh rabbul alamin. Boven deze zee is al-arsh, de troon van Allah. En boven de troon is de Heer der werelden,
وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ. Maar er geen enkele van jullie daden blijft voor hem verborgen. Jazakallahu khair. Ondanks deze enorme verhevenheid en deze grootheid, blijft geen enkele van onze daden voor hem verborgen. Deze hadith is authentiek verklaard door Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah en andere ulama. En andere geleerden zeggen dat hij niet van de profeet zelf is, sallallahu alayhi wa sallam, maar van de metgezel Abdullah ibn Mas'ud. In een andere hadith overgeleverd door Abu Dharr, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Mas samawatu sab'a fil kursi illa ka halqatin mulqatin bi ardi falah. Hij zegt, de zeven hemelen, de zeven hemelen, dus het hele heelal dat wij kennen, zijn vergeleken met de kursi slechts als een ring die in een woestijn is geworpen. Werp een ring in de woestijn en kijk wat de verhouding is tussen deze ring en de woestijn. Deze ring is de zeven hemelen en de woestijn is el kursi. Daarna zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, وَفَضْلُ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِي كَفَضْلِ الْحَلْقَةِ كَفَضْلِ الْفَلَاتِ عَلَى الْحَلْقَةِ. De verhouding van al-arsh met de kursi is zoals al-kursi met de zeven hemelen. Dus al-kursi is zoals een ring die in de woestijn werd geworpen vergeleken met al-arsh. Deze hadith is overgeleverd en authentiek verklaard door الإمام الألباني رحمه الله إن سلسلة الأحاديث الصحيحة نمبر 109. عبد الله بن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما زي تفكروا في كل شيء دنكنا over all zaken ولا تفكروا في الله ما دنكنا over Allah zelf. هاي زي فإنما بين السماء السابعة إلى الكرسي نورا مسيرته 70,000 سنة. Hij zegt, want tussen de afstand tussen de hemel en de kursi is er een licht waarvan de lengte zo groot is, de afstand zo groot is, dat een wezen er 70.000 jaar over moet doen om deze afstand af te leggen. In Sahih Muslim staat dat Allah Azza wa Jal, dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذها بيمينه ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. Dat Allah Azza wa Jal op de dag der opstanding de zeven hemelen zal grijpen, zal oprollen met zijn rechterhand. En deze daarna zal schudden en zal zeggen, Ana al-Malik, ik ben de koning. Ayna al-Jabbaroon, waar zijn de tirannen? Ayna al-Mutakabbiroon, waar zijn de hoogmoedigen? Thumma ya'khudhu, thumma yatwi al-aradina al-sab' biyadihi al-ukhra, fayahuthuha, thumma yaqul, Ana al-Malik, ayna al-Jabbaroon, ayna al-Mutakabbiroon. Daarna schrijft hij de zeven aardlagen met zijn andere hand en vouwt deze op en laat deze beven en zegt, ik ben de koning. Waar zijn de tirannen? Waar zijn de hoogmoedigen? Weer een andere overlevering, ook overgeleverd door al-imam al-Tirmidhi, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Attat is samaa, de hemel kreunt. Al-tat, al-atit, huwa al-saut al-ladhi yasduruhu al-ba'ir idha humila alayhi al-hamlu al-thaqil. Al-tat is sama, de hemel kreunt. Om preciezer te zijn, de hemel maakt een geluid zoals een kameel als hij te zwaar beladen is. Ik weet niet of iemand van jullie dat ooit heeft gehoord. Probeer maar een keer uit. Zo'n geluid maakt de hemel. Al-tat is sama, wa huqqa laha anta'it. En het past de hemel om te kreunen. ما فيها موضع أربع أصابع السماء ما فيها موضع أربع أصابع
illa wa malakun fiha sajidun wadi'un jabhatahu sajidun lillahi ta'ala. Er is in de hemel geen afstand van vier vingers. Moet je nagaan, in de hemel, het hele heelal. Een afstand van vier vingers. Of er bevindt zich daar een engel die zijn voorhoofd heeft neergeworpen voor Allah en voor hem neerknielt. Voor Allah subhanahu wa ta'ala neerknielt. Daarom kreunt de hemel. Vanwege het zware gewicht. وفي حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة منذ أن خلقوا إلى أن ينفخ في الصور وهم قائم لله يصلون. In een andere overlevering zegt de profeet صلى الله عليه وسلم: Allah heeft engelen die vanaf het moment dat zij geschapen werden tot aan het moment dat er op de bazuin, op de horen zal worden geblazen op de dag der opstanding, voor Allah in gebed staan. Vanaf het moment dat zij zijn geschapen tot aan de dag der opstanding voor Allah in gebed staan. Wa inna lillahi malaikatan منذ أن خلقوا إلى أن ينفخ في الصور وهم لله راكعون. En Allah heeft engelen die vanaf het moment dat zij geschapen werden tot aan het moment dat er op de bazuin, op de horen zal worden geblazen op de dag der opstanding, neerbuigen voor Allah in de rukoo'. Non-stop. وَإِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً مُنْذُ أَنْ خُلِقُوا إِلَىٰ أَنْ يُنْفَخَ فِي الصُّورِ وَهُمْ لِلَّهِ سَاجِدُونَ. En Allah heeft engelen die vanaf het moment dat zij geschapen werden tot aan het moment dat er op de horen zal worden geblazen neerknielen voor Allah in sujud. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ رفعوا رؤوسهم ونظروا إلى وجه الجبار جل جلاله وقالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. Wanneer er dan op de horen wordt geblazen, op de dag der opstanding, dan heffen deze engelen hun gezichten op vanuit de sujud en de rukoo. En kijken zij naar het gezicht van Allah subhanahu wa ta'ala. En wat zeggen zij dan? Subhanak, verheven bent u. Ma abadnaka haqqa ibadatik. Wij hebben u niet aanbeden zoals het hoort. Zoals u het verdient. Vanaf het moment dat zij geschapen werden, tot aan de dag des oordeels, zitten zij in knieling, in sujud of rukoo, of in qiyam, in gebed. En toch zeggen zij, wij hebben u niet aanbeden zoals het hoort. Zoals u het verdient. Daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran, فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا. Als zij hoogmoedig zijn, als jij en ik hoogmoedig zijn, de mensen en de jins, فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ. Als de mensen hoogmoedig zijn en als de jins hoogmoedig zijn, dan zijn degenen die bij Allah zijn, wie zijn dat? De engelen. Niet te hoogmoedig om hem te aanbidden. En zij verheerlijken hem. En zij knielen neer voor hem. Naam. In Sahih Muslim staat dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: Inna Allah la yanam. Allah slaapt niet. Wa la yanbaghi lahu an yanam. En het past Allah niet om te slapen. Daarna zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam: Hijabuhu an-nur. De hijab van Allah is licht. De afscherming tussen Allah en de schepping is van licht. Law kashafahu la ahraqat subuhat wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi. Als Allah deze afscherming van licht zou opheffen, dan zouden de lichtstralen die van zijn gezicht komen de hele schepping verbranden. En alle schepsels verbranden. Kijk naar de almacht van Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aydan fi sahih Muslim. Ook in sahih Muslim is overgeleverd. Van Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu. Dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei. Dat Allah subhanahu wa ta'ala zei. Hoe noemen wij zo'n hadith? Al-hadith al-Qudsi.
De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, Allah zei. MashaAllah, het is al begonnen. Allah zei, ya ibadi. Ya ibadi. O mijn dienaren. Kullukum dalun illa man hadaytuh. En ieder van jullie is dwalend. En ieder van ons is dwalend. Behalve degene die ik geleid heb. Fastahduni ahdikum. Vraag mij dus om leiding, dan zal ik jullie leiden. Ya ibadi, o mijn dienaren. Kullukum ja'i'un. En ieder van jullie is hongerig. Illa man at'amtu. Behalve degene die ik gevoed heb. Fastat'imuni ut'imkum. Vraag mij dus om voeding, dan zal ik jullie voeden. Ya ibadi, o mijn dienaren. Kullukum aarin. En ieder van jullie is naakt. Illa man kasautu. Behalve degene die ik gekleed heb. Fastaksuni aksukum. Vraag mij dus om jullie te kleden, dan zal ik jullie kleden. Ya ibadi, o mijn dienaren. Innakum tukhti'una bil layli wan nahar. Jullie verrichten dag en nacht zonden. Jullie plegen dag en nacht zonden. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a. En ik vergeef alle zonden. Fastaghfiruni aghfir lakum. Vraag mij dus om vergeving, dan zal ik jullie vergeven. Ya ibadi, o mijn dienaren. Innakum لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. Jullie zullen nooit in staat zijn om mij enig voordeel te schenken. En jullie zullen nooit in staat zijn om mij enig nadeel te schenken. Ya ibadi, o mijn dienaren. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. O mijn dienaren, als de eerste van jullie en de laatste van jullie en de mensen onder jullie en de jins onder jullie allemaal even godvrezend waren als de meest godvrezende onder jullie. Wie is de meest godvrezende? De profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Als alle mensen en alle jins hetzelfde hart hadden als Mohammed, even goed waren als Mohammed, ma zada dhalika fi mulki shay'a, dan zou dit niks aan mijn koninkrijk toevoegen. Ya ibadi, o mijn dienaren. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. O mijn dienaren, als de eerste onder jullie en de laatste onder jullie en de mensen onder jullie en de jins onder jullie allemaal even slecht waren als de slechtste van jullie, dus als we allemaal even slecht waren als Iblis, ما نقص ذلك من ملكي شيئا, dan zou dit niks van mijn koninkrijk verminderen. يا عبادي, o mijn dienaren. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا أدخل البحر. يعني لا شيء. Allah zegt, o mijn dienaren, als de eerste van jullie en de laatste van jullie en de mensen onder jullie en de jins onder jullie allemaal op één plaats zouden staan en in ieder van jullie zal mij datgene vragen wat hij wenst, zal mij alles vragen wat hij wenst en ik in ieder van jullie datgene zou geven wat hij wenst, dan zou dit niks verminderen van datgene wat bij mij is, behalve datgene wat een naald vermindert wanneer je deze in de zee onderdompelt. Hoeveel is dat? Helemaal niks. Wat neemt deze naald van de zee weg? Helemaal niks. Dus Allah Azza wa Jal heeft geen behoefte aan ons. Hij heeft geen behoefte aan de mensen en de jins. Of aan de engelen of aan niemand. Abu Ja'far al-Baqir min Ahl al-Bayt zei, Udhkuru min azamatillahi ma shi'tum. Hij zei, noem of spreek over de grootheid van Allah wat jullie maar willen. فَإِنَّكُمْ لَنْ تَذْكُرُوا شَيْئًا إِلَّا وَعَظَمَتُهُ فَوْقَ ذَلِكَ. Wat jullie ook zeggen, hoeveel je ook over Allah spreekt, over zijn grootheid, wij zullen hem niet kunnen beschrijven. Wij zullen zijn grootheid niet kunnen beschrijven. Wat wij ook zeggen, zijn grootheid is hoger dan dat. Beste moslim, beste broeder en zuster,
ondanks deze grootheid van Allah, ondanks deze almacht van Allah, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, wa alaykum assalam wa rahmatullah, dat Allah azza wa jal blijer is wanneer iemand van ons tauba doet, wanneer iemand van ons berouw toont, spijt heeft van zijn zonde, blijer is dan een man. Dan een man die in de woestijn liep. رغم هذا العلو وهذه العظمة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله عز وجل أفرح بتوبة العبد من رجل كان يمشي في الصحراء معه دابته. Een man die in de woestijn liep samen met zijn rijdier, samen met zijn kameel. وعليها طعامه وشرابه وزاده. Bovenop deze kameel bevindt zich zijn voedsel, zijn drinken en al zijn bezittingen. ثم ذهب وارتاح هذا الرجل. Op een gegeven moment ging deze man even liggen. Hij was moe. فلما استيقظ وجد راحلته قد ذهبت. قد ذهبت وعليها طعامه وشرابه وزاده. Toen hij wakker werd, zag hij dat zijn kameel weg was. Met al zijn voedsel en al zijn drank en al zijn proviant. Midden in de woestijn, gevaarlijke hete woestijn. ذهب يطلبها يمينا وشمالا فلم يجدها. Hij ging zoeken naar zijn kameel, rechts en links en overal, maar hij kon deze niet vinden. حتى أيس من الحياة. فذهب تحت شجرة واستلقى ينتظر الموت. Hij ging op zoek naar zijn kameel en toen hij deze niet kon vinden, had hij de hoop opgegeven. Hij had de hoop opgegeven om nog gered te worden uit deze situatie. Hij ging onder een boom liggen, wachten op de dood. Wat moet hij anders doen? فبينما هو كذلك إذا بدابته أمامه وخطامها معلقة بالشجر. Terwijl hij in deze toestand was, zag hij opeens dat zijn kameel voor hem was. Hij was even in een dutje gevallen en toen hij wakker werd, zag hij zijn kameel voor zich. En de teugels van die kameel waren vastgebonden aan een boom. ففرح هذا الرجل فرحا عظيما أراد أن يشكر الله. Deze man was zo blij. Moet je jullie je voorstellen, deze blijheid. Niemand weet hoe groot deze blijheid is, behalve iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. Hij wilde Allah danken. Hij was zo blij. فقال من شدة فرحه أراد أن يقول اللهم أنت ربي أشكرك. لكنه أخطأ من شدة الفرح وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. من شدة الفرح. Hij wilde Allah danken. Maar omdat hij zo blij was, maakte hij een fout en zei: O Allah, u bent mijn dienaar en ik ben uw Heer. Hij wilde zeggen: Allah, u bent mijn Heer, u bent mijn meester, ik dank u. Maar vanwege zijn enorme blijheid zei hij: O Allah, u bent mijn dienaar en ik ben uw Heer. Zo blij is deze man. En Allah is nog blijer wanneer jij of ik berouw tonen en terugkeren naar Allah voor een zonde. Wallahu azza wa jal ashaddu farahan bi tawbati 'abdihi min hadha ar-rajul bi dabbatihi. In Sahih Muslim vertelde de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons over een man in de tijd van de kinderen van Israël. Deze man was een aanbidder. Hij was een vrome aanbidder, godvrezende man. Elke dag bracht hij vasten door en elke nacht bracht hij in gebed door. Deze man had een broer. Zijn broer was een slecht persoon. Hij verrichtte elke zonde die hij maar kan bedenken. En elke keer als deze aanbidder langs zijn broer kwam, adviseerde hij hem: Ya akhi, ittaqillah. Mijn broeder, mijn broer, vrees Allah. Dit is haram, dit is niet toegestaan. Keer terug naar Allah. En elke keer zei die man, die zondaar: Laat mij met rust. Dit is tussen mij en Allah. Waar bemoei jij je mee? Ik weet al wat ik doe. Elke dag ging dit door. Die godvrezende man, die aanbidder, kwam langs zijn broer en adviseerde hem. Met vriendelijkheid en wijsheid. En elke dag kreeg hij hetzelfde antwoord te horen.
Waar bemoei jij je mee? Ben jij soms gestuurd naar mij door Allah? Ben jij bewaker over mij? Dit is tussen mij en Allah. Ik weet al wat ik doe. Op een gegeven moment, op een dag, die aanbidder had er zo genoeg van, dat hij zei tegen die zondaar: Wallahi la yaghfirullahu lak. Hij zei tegen hem, nadat hij hem weer had geadviseerd en weer hetzelfde antwoord te horen kreeg, zei hij: Wallahi, Allah zal je nooit vergeven. Allah zal je nooit vergeven. Toen Allah dat hoorde, zei hij: Man zal ladhi yata'alla alayya anni la aghfiru li fulan. Ay, man alladhi yuqsimu bi anni la aghfiru li fulan. Wie is degene? Wie is deze persoon die in mijn naam zweert dat ik die en die niet zal vergeven? Wie is deze persoon die mij zegt wat ik moet doen, wie ik wel moet vergeven en wie ik niet moet vergeven? Ishhadu anni qad ghafartu lah wa anni qad ahbattu 'amalak. Hij zei tegen de engelen: getuig dat ik deze zondaar heb vergeven en dat ik jouw daden, o aanbidder, nutteloos heb gemaakt, teniet heb gedaan. Al die jaren die hij in een aanbidding heeft doorgebracht, weg. Waarom? Hij heeft de hoop op de genade van Allah opgegeven. Dit is een van de ergste zonden die hij kan plegen. Abu Huraira zei, na het vertellen van deze overlevering: Hada rajul qala kalimatan awbaqat alayhi dunyahu wa akhiratah. Ahlakat dunyahu wa akhiratah. Deze aanbidder sprak een woord uit dat zijn wereldse leven en zijn hiernamaals verwoest heeft. Al-Imam ibn Qudama al-Maqdisi, rahimahullah, vermeldde in zijn boek At-Tawwabun, de berouwvolle, dat er in de tijd van Musa alayhi salam een grote droogte was. روى الإمام ابن قدامة في كتابه التوابين أن موسى وقومه أصيبوا بقحط وجفاف وجوع. In de tijd van Musa werden zij getroffen door een grote droogte, een hongersnood. فخرج موسى عليه السلام بأربعين ألف من بني إسرائيل يستسقون. موسى عليه السلام, Moses, mogen Allah hem prijzen en beschermen, ging naar buiten, vertrok samen met 40.000 man van de kinderen van Israël om wat te doen? Om Allah om regen te vragen. Faja'ala Musa yastasqi rabbahu, Allahumma asqina, Allahumma asqina. Musa alayhi salam begon zijn Heer om regen te vragen. O Allah, schenk ons regen. Allahumma asqina, schenk ons regen. Musa alayhi salam ta'awwada min rabbihi, min Allah azza wa jal, annahu yastajibu lahu sari'an. Musa alayhi salam was gewend van Allah, wanneer hij hem is vroeg, dat Allah meteen gehoor aan hem gaf, meteen zijn dua, zijn smeekbeden verhoorde. Amma al-an lam tazdad as-sama'u illa tajahhuman wash-shamsu illa harara wa lam yataghayyar shay. Maar deze keer zag hij dat er niks gebeurde. De zon werd alleen maar heter. De hemel werd alleen maar feller. Er gebeurde niks. Normaal gezien, bijvoorbeeld in Surah Taha, zegt Musa alayhi salam, wanneer hij Allah aanroept: Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wat zei Allah daarna? Qad utita su'laka ya Musa. Meteen. Meteen toen Musa deze smeekbeden verrichtte, zei Allah: Qad utita su'laka ya Musa. Jouw verzoek is ingewilligd. Wij hebben jouw smeekbeden verhoord. In een andere aya zegt Allah: Qad ujibat da'watukuma. Meteen toen Musa en Harun een smeekbeden verrichtten, jullie smeekbeden is verhoord. Maar deze keer gebeurde er niks. Dus Musa vroeg Allah azza wa jal: Wat is er aan de hand? Waarom verhoort u mijn smeekbeden niet? Toen zei Allah azza wa jal: Inna fikum rajula qad barazani bil ma'siyati mundhu 40 sana. Onder jullie is er een persoon, een man, die al 40 jaar lang mij ongehoorzaam is geweest.
Sinds 40 jaar pleegt hij zonden. U'mur hadha ar-rajul yakhruj min 'indikum asqikum fa innakum bihi muni'tum. Draag deze man op om jullie te verlaten, dan zal ik jullie regen schenken, want hij is de oorzaak van jullie droogte. En dit is werkelijk zo. De zonde, het slechte effect van de zonde, is niet alleen van toepassing op de zondaar zelf, maar ook op de mensen om hem heen. Ook op de mensen om hem heen. فقال موسى عليه السلام يا أيها العاصي إن فيكم رجلا يا أيها الملأ إن فيكم رجلا يعصي الله منذ 40 سنة أخرج من عندنا إننا سنموت من الجوع والعطش أخرج من عندنا. موسى عليه السلام sprak de menigte aan en zei: onder jullie is er een persoon die al 40 jaar lang zonde pleegt tegenover Allah. 40 jaar lang is hij Allah ongehoorzaam geweest. Verlaat ons. Vertrek uit deze groep. Want jij bent de reden dat wij geen regen krijgen. Wij gaan dood van de honger en de dorst als jij ons niet verlaat. هذا الرجل لما سمع هذا الكلام جعل رأسه بين ركبتيه وجعل يقول اللهم. Deze man, toen hij deze woorden hoorde, hij schaamde zich. Hij plaatste zijn hoofd tussen zijn knieën. En hij begon Allah huilend aan te roepen. Allahumma. Al-aan Allahumma. Ba'da 40 sana. 40 sana wa anta ta'zi Allah azza wa jal. Na 40 jaar lang Allah ongehoorzaam te zijn geweest. Nu pas zeg je Allahumma ya Allah. Faja'ala yaqul Allahumma ya Rabb. Al-aan ya Rabb. Wa anta latalama sami'ta al-adhan. Wa lam tastajib lil-adhan. Sami'ta hadha halal wa hadha haram. ولم تكترث. Hij zei Allahumma ya Rab. Nu pas ya Rab, 40 jaar lang heb jij gedaan datgene gedaan waar jij zin in had. Jij hoorde de adhan. Of jij wist hoe laat het gebed was. En jij ging niet naar de moskee. Jij verrichtte het gebed niet. Jij wist dat dit halal was. En dit haram was. En jij schonk hier geen aandacht aan. Nu pas ya Allah. قال Allahumma ya Rabbi. Inni asaituka 40 sana. فسترتني فلا تفضحني اليوم في قومي لا تفضحني اليوم في قومي. Deze man zei: O Allah, sinds 40 jaar ben ik u ongehoorzaam geweest. Heb ik elke dag de ergste zonde gepleegd. Terwijl u mij bedekte voor de mensen. O Allah, breng mij niet te schande onder mijn volk. Stel mij vandaag niet bloot onder mijn volk. Terwijl hij dit zei, wa Musa alayhi salam yunadi, ya ayyuhal abdul aasi, ya ayyuhal abdul aasi. Terwijl hij deze smeekbede zei, Musa was nog steeds aan het roepen. O zondaar, ga weg van ons. O zondaar. Plotseling, fajatan, ar'adat is sama, wa abraqat, wa amtarat, nazal al matar. Bishidda, plotseling, begon het te bliksemen en te donderen en begon er regen neer te dalen. Enorme hoeveelheid regen. Musa was verbaasd. Musa tafaja. Qala ya Rab. Lam yakhruj minna ahad. Wa qad asqaytana. O Allah, zei hij. Niemand heeft ons verlaten. Die zondaar is nog steeds hier. Toch hebt u ons regen geschonken. Qala Allahu azza wa jal. Ya Musa. Inna alladhi bihi mana'tukum. Huwa alladhi bihi asqaytukum. Qad taba wa astaghfara wa raja'a ilayh. Allah Azza wa Jalla zei, O Musa, deze man die de oorzaak was van jullie droogte, hij is de oorzaak van deze regen. Door hem hebben jullie deze regen ontvangen, want hij heeft toba gepleegd. Hij heeft om vergeving gevraagd. Hij is berouwvol teruggekeerd naar mij. Faqala Musa, ya Rab, arini hadha ar-rajul as-salih alladhi ujiba da'watuhu. Hatta araah. Musa zei, O Allah, laat mij deze man zien. Deze vrome man. Door wiens smeekbeden wij deze regen hebben gekregen. Faqala Allahu Azza wa Jal. Ya Musa. Inni lam afdahhu. Wa huwa yuti'uni. Afa afdahuhu wa qad afan. Inni lam afdahhu. Wa huwa ya'sani. Afa afdahuhu wa huwa yuti'uni.
Ja, Musa, zei Allah. 40 jaar lang was hij zondig tegen mij. En ik heb hem niet te schande gebracht. Ik heb hem niet blootgesteld. Moet ik hem nu blootstellen? Nadat hij oprechtvol, berouwvol, terug is gekeerd naar mij? Beste broeders en zusters. Weet dat wij te maken hebben met een barmhartige Heer. Met een genadevolle Heer. Met een edele Heer. Yakfika anna Allah yubaddilu sayyi'atika hasanat. Het is voldoende dat Allah Azza wa Jal jouw zonden verandert in hasanat. كما قال الله عز وجل لما ذكر العصاة قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر toen Allah de zondaren vermeldde in zijn boek in Surah Al-Furqan hij zei en degene die naast Allah geen andere God aanroepen ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق en degene die de ziel die Allah verboden heeft, wa alaykum assalam, die de ziel die Allah verboden heeft, niet nemen, behalve volgens het recht. Wa la yaznoon. En geen zinnen plegen, geen ontucht plegen. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Wie dat doet, wie deze zonde wel doet, die zal zijn vergelding tegemoet komen. Yudha'af lahu al يضاعف له العذاب يوم القيامة. De bestraffing zal op de dag der opstanding voor hem verdubbeld worden. ويخلد فيه مهانا. En vernederd zal hij daar eeuwig in verblijven. إلا behalve. إلا من تاب. Behalve degene die berouw toont. وآمن. En gelooft. وعمل عملا صالحا ان goede daden verricht فاولئك diegenen wat is hun beloning ما هو جزاؤهم فاولئك هل يعذبهم الله هل يغفر الله لهم فاولئك wat is hun beloning zal Allah hun bestraffen zal Allah hun alleen vergeven nee فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات van diegenen zal Allah hun zonden veranderen in hasanat, in goede daden. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا En Allah is vergevensgezind, genadevol. Ha, moet jij je voorstellen, alle zonden die jij gepleegd hebt in jouw jahiliya, als jij berouw toont, Allah verandert deze sayyi'at, deze zonden, in hasanat, in goede daden. En er is een overlevering van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die ik best wel grappig vind, waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, dat op de dag der opstanding een man naar voren wordt gebracht. يُؤْتَى بِرَجُلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَرِّرُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذُنُوبَهُ الصَّغَائِرِ يُعَرِّفُهُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِ الصَّغَائِرِ Allah zal hem zijn zonden laten zien, maar alleen zijn kleine zonden. عبدي تعرف ذنب هذا عبدي تعرف ذنب هذا او من دينا كان يدي زونده حزفت يا او من دينا كان يدي زونده يا حتى اذا ظن انه هالك قال الله عز وجل اني سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم وقد جعلتها حسنات وني ذا زمان دنك طيف الله اس dat er geen hoop meer voor hem is, dat hij ongetwijfeld naar de hel zal gaan, zegt Allah, ik ben degene die deze zonden voor jou bedekt heeft. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. In het wereldse leven, en ik ben degene die jou vandaag hiervoor vergeeft, en ik heb deze zonden veranderd in hasanat. Al die zonden zijn opeens hasanat geworden. Mada qala dhalika rajul? As-sayyi'at, as-sagha'ir, جعلت حسنات قال يا رب يا رب إن لي كبائر ما أراها ها هنا إن لي سيئات كبائر ما أراها هنا ذي زمان زيتون يا الله ik heb ook grote zonden
Ik heb ook nog grote zonden. Ik heb dit gedaan en dit gedaan en dit gedaan. Maar ik zie die zonde hier niet. Nadat hij bang was dat Allah hem zou bestraffen voor zijn kleine zonden, is hij nu degene die Allah vertelt welke zonde, grote zonde hij verricht heeft, zodat hij die kan omzetten in hasanat. En daarop moet Allah azza wa jalla lachen om zijn dienaar. En zegt tegen hem, Abdi, udkhul il jannah. Ga het paradijs binnen. فيكفيك أن الله عز وجل يبدل سيئاتك حسنات فأنت يا أخي إذا علمت أن الله رحيم فلماذا لا ترحم نفسك إذا علمت أن الله كريم فلماذا لا تكرم نفسك إذا علمت أن الله يبدل سيئاتك حسنات فلما لا تبدل سيئاتك حسنات أنت بست بغدر بست زستر أشفيت dat onze Heer de meest genadevolle is. Waarom ben jij dan niet genadevol voor jezelf? Als je weet dat Allah de meest edele is, waarom ben jij dan niet? Waarom eer jij jezelf dan niet door weg te blijven van de zonden? Als je weet dat Allah de slechte daden verandert in hasanat, in goede daden, waarom verander jij dan niet jouw slechte daden in goede daden? Ha? Allah azza wa jal, zoals jij hem behandelt, zo zal Allah jou behandelen. كما تعامل أنت ربك فالله عز وجل يعاملك بنفس المعاملة. Wat zegt Allah عز وجل? فاذكروني. Gedenk mij. Als we u gedenken, ja Allah, wat doet u? اذكركم. Dan zal ik jullie gedenken. Denk aan mij, dan zal ik aan jullie denken. Allah zei, وَمَكَرُوا مَكْرًا, en zij beraamden een list. En wat deed Allah daarna? وَمَكَرْنَا مَكْرًا, en Allah beraamde een list. Allah zei, نَسُوا اللَّهِ, zij vergaten Allah. Wat deed Allah daarna? فَنَسِيَهُمْ, en Allah heeft vergat. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, o jullie die geloven, istajibu lillah, geef gehoor aan Allah. طيب, als wij gehoor geven aan Allah, wat doet Allah dan? Ud'uni astajib lakum, roep mij aan, dan zal ik gehoor geven aan jullie. Dus zoals jij Allah behandelt, zo zal Allah jou behandelen. Behalve dat Allah nog genadevoller en nog zachtaardiger is en nog beter is voor jou dan jij voor jezelf. We hebben nog 5 minuten. Ik wil afsluiten met een indrukwekkend verhaal over een jonge man uit Saoedi-Arabië. Over het berouw van deze jonge man. Deze jonge man vertelt. Hij zei, ik was in Saoedi-Arabië. Ik leefde daar. En ik had gesolliciteerd voor een baan. En dit bedrijf nam mij aan en zij stuurde mij naar Amerika om daar te studeren. Voor dat bedrijf. Zij stuurde mij naar Amerika om daar te studeren. 4 jaar lang. Dus hij zei, ik kom daar aan in Amerika. Voor het eerst zie ik zo'n open samenleving, zal ik maar zeggen. Voor het eerst. Dus hij begon te studeren. 1 maand, 2 maanden, 3 maanden, 4 maanden. Op een gegeven moment, hij kwam verkeerde mensen tegen. Hij begon te roken. Daarna begon hij te drinken. Daarna begon hij te blowen. Daarna ging hij van softdrugs naar harddrugs. En hij zei, elke zonde die jij je maar kan inbeelden, heb ik toen gedaan. Elke zonde die in je opkomt, heb ik gedaan. Op zoek naar het geluk. Op zoek naar het geluk, maar ik heb die niet gevonden. Hij zei, we waren daar met een groep mensen uit Saoedi-Arabië, een groep jongeren. En ik heb 2 van hen, voor mijn neus, voor mijn ogen heb ik hen zien sterven. Door datgene wat zij deden. Op een dag zei ik tegen mijn vrienden. Vrienden, Matthijs, of ik weet niet wat hij zei. Boys. Hij zei, ik heb genoeg van dit leven. Ik heb genoeg van dit leven. Zij zeiden, wallah, we hebben ook genoeg van dit leven. We hebben alles gedaan om het geluk te kunnen vinden, maar we hebben het geluk niet kunnen proeven. Hij zei tegen hen, we hebben een religie nodig. We hebben een geloof nodig. Zij zeiden ja.
Toen gingen zij nadenken over de verschillende religies. Ze zeiden tegen hem, wat zeg je over de islam? Laten wij de islam gaan volgen. Hij zei, nee, wallahi, islam, je mag niet drinken, je mag niet uitgaan, 5 keer per dag bidden, niks voor mij, veel te zwaar. Toen zei hij tegen hen, laten wij christen worden, christen. Ze zeiden, oké, laten wij christen worden. Dus zij gingen naar de kerk, groepje mensen, jonge mannen uit Saudi-Arabië, gingen naar de kerk in Amerika. En ze liepen binnen, en ze zeiden tegen de priester of pastoor, wij willen christen worden. En hij zegt, marhaban. Hij zegt, welkom, christen, christen. Zij werden christen. Hij zegt, een aantal jaren lang was ik een christen en ging ik naar de kerk en droeg ik een kruis om mijn nek. 2 jaar lang, totdat ik genoeg had van het christendom. Ik had genoeg van het christendom. Op een gegeven moment ging ik alleen op zondag naar de kerk, alleen voor die meisjes die daar kwamen. Ik ging daar alleen voor de meisjes naartoe, zegt hij. Voor de meisjes. En ik maakte afspraken met hen en ik bracht hen bij mij thuis en ik gaf hun drugs en ik nodigde mijn vrienden uit, totdat al die meisjes op het verkeerde pot waren gegaan door hem. Dus die pastoor die ziet dat. Op een dag riep hij mij bij zich. Hij zegt, meneer die en die, heb je geen intentie om afvallig te worden ofzo? Wil je niet kafir worden ofzo? Met andere woorden, verlaat deze religie. Je hebt de christenen heb je helemaal verpest. Ga weg. Toen werd ik weggejaagd uit de kerk, zegt hij. Werd ik weggejaagd samen met mijn vrienden. Dus ik ging op zoek naar iets anders. Ik pakte een boek waarin over verschillende levensstijlen en religies stond geschreven. En toen kwam ik iets tegen wat ik interessant vond. Wat mij wel iets leuk leek. Wat denken jullie? Satanisme. Satanisme. Hij zei, ik werd satanist. 2 jaar lang was ik een satanist. Ik deed alles. Wat jullie in die horrorfilms zien, dat was mijn dagelijkse leven. Die rituelen, om dichter bij de shaitan te komen. De ergste rituelen, de ergste praktijken, die niet in jou op kunnen komen, die ik niet over mijn tong kan krijgen. 2 jaar lang, nog steeds geen geluk gevonden. In die periode werd ik teruggestuurd naar Saoedi-Arabië. Waarom? Ik had niet gestudeerd. En de uitkering was stopgezet. En ik had geen geld meer. Dus ze stuurden mij terug naar Saoedi-Arabië. In Saoedi-Arabië, om er nog een schepje bovenop te doen. Hij zei van, ik nam mij voor om sahir te worden, tovenaar. Ik ging naar een man in een andere stad. Die sahir was. En ik vroeg hem om mij sihir te leren, tovenarij. Aantal maanden lang. Ik deed al die slechte dingen, aanbidding van de shaitan, om dichter bij de shaitan te komen. Ik deed sihr, walu, nog steeds geen geluk. Voor een aantal dagen voor Ramadan, zei hij, zat ik samen met mijn vrienden en ik zei tegen hem van, broeders, vrienden, we hebben alles gedaan wat je je maar kan voorstellen. Maar nog steeds hebben we het geluk niet gevonden. Zij zeiden, wallah, we hebben er genoeg van. We hebben alles gedaan. En nog steeds benauwdheid in ons leven. We voelen ons niet goed. Toen zei hij tegen hen. Wat zeggen jullie ervan als wij zelfmoord gaan plegen? Laten wij zelfmoord plegen. Zij zeiden oké. Van zulke vrienden moet je het hebben. Ze gaan nergens tegen in. Oké, laten we zelfmoord plegen. Dus hij zegt tegen hen. Hoe gaan we het aanpakken? Zij zeiden van overdosis, drugs. Hij zei nee, dan maken wij onze familie te schande. Wanneer zij onze lichamen, onze lijken onderzoeken, dan zien zij overdosis drugs, is verschut voor onze families. Iets anders. Zij zeiden wat dan? Hij zei, laten wij in een auto stappen, en dan de snelweg opgaan, en plank gas geven, en dan tegen de eerste, de beste auto of boom of weet ik wat aanrijden, en dan gaan we dood. En dan is het voorbij. Zij zeiden, oké. Volgens mij waren zij dronken of zo, of ze waren high. Ze zeiden, oké, doen wij. Ze hadden afgesproken om de 4e van Ramadan dit plan van hen uit te voeren. Hij zegt, de eerste avond van Ramadan, het was Maghrib, tijd voor al-iftar, dus ik kwam naar beneden. En bij mij thuis, ik had voor niemand respect. En niemand keek naar mij om. Voor mijn vader was ik als een hond of als een dier. Niemand sprak met mij en ik had voor niemand respect. En ik kwam naar beneden om te eten, want ik had de hele dag niet gegeten.
Ik had natuurlijk niet gevast, maar er was geen eten in huis, ze waren aan het vasten. Dus ze ging eten, soep, harira, of kun je wat in Saudi-Arabië eten? Rijst. Ik was daar aan het eten, en er was een oude man was bij ons uitgenodigd. Een vriend van mijn vader. Dus mijn vader beëindigt het eten en staat op. En verlaat de kamer. Even later, die oude man is klaar met eten. Hij gaat zijn handen wassen. En hij wil naar de moskee gaan. Voor Tarawih. Hij komt naar mij toe. Hij zegt, hey jij, kom mee bidden. Ik keek hem aan. Wat bidden? Ga, ga. Ik ben een Jood. Ik ben een Christen. Ik ben een Satanist. Ik ben een tovenaar. Ga, ik bid niet. Die man zegt tegen hem, kom bidden. Hij zegt, hoor je mij niet? Ik ben een kafir, kafir. Ik bid niet. Hij zei, ook al ben je een kafir, kom bidden. Hij zei, wat is er met deze man aan de hand? Laat me met rust. Heb je niet mijn vader gezien? Hij is opgestaan zonder iets te zeggen. Wees verstandig en ga, voordat ik andere taal gebruik. Andere taal ga gebruiken. Die man zei, kom bidden. Hoor je mij niet? Ik ben kafir, kafir. Ik aanbid Iblis. Hij zei, ook al een beetje Iblis, kom bidden. Ik zei, wat? Ik heb 20 janaba. Ik weet niet hoe ik mijn domme verrichten. 20 staten van onreinheden. Hij zei, ook al ben jij junub, onrein, kom bidden. Allahul musta'an, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wat is er met deze man? Kom bidden, kom bidden. Alles wat ik zei, kom bidden. Dus ik dacht in mijzelf, ik ga met hem mee naar de moskee. En wanneer zij in de sujud gaan, dan ga ik weglopen. Dus ik ging daar naartoe, in de moskee. Al jarenlang was ik niet in de moskee geweest. Had ik de moskee niet van binnen gezien. Ik ga daar in de rij staan. Zelfs Al-Fatiha kende ik niet. Jarenlang van satanisme. En tovenarij. En andere zaken. Dus de imam reciteerde Al-Fatiha. En daarna, subhanallah, reciteerde hij de verse die onze imam ook heeft gereciteerd met Al-Maghrib. In de tweede rak'a. Het surat. Surat Al-Mu'minun. Hij reciteerde. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Denken jullie dat wij jullie voor niks hebben geschapen en dat jullie niet naar ons zullen terugkeren? Hij zei, deze woorden kwamen op mijn hart als een zweep. Als een zweep. Ik wist niet wat mij overkwam. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Denken jullie dat wij jullie zomaar hebben geschapen, zonder doel, en dat jullie niet naar ons willen terugkeren? Ik dacht bij mezelf, subhanallah, Allah heeft ons niet zomaar geschapen. Zonder doel, zonder reden. Dit leven is geen spel. Doe wat jij wil, eet wat jij wil, drink wat jij wil, ga om met wie jij wil, kleed hoe jij wil, nee. أَفَحَسِبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Daarna zei hij, فَتَعَالَى اللَّهِ. Verheven is Allah, Al-Malik, de koning, Al-Haq, de waarheid. La ilaha illa hu. Niets heeft het recht om aanbidden te worden dan hij. رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. De heer van de edele troon. En ik begon te schudden en te beven toen hij dat zei. Ik begon te beven en te trillen en te zweten. Daarna zei de imam, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرْ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ. En wie naast Allah een andere God aanroept, waarvoor Allah geen bewijs heeft neergezonden, zijn vergelding is bij Allah. Bij Allah zal hij zijn vergelding zien. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. De ongelovigen zullen niet slagen. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ. En zeg, mijn Heer, wees mij genadig. En wees mij en vergeef mij. En ik dacht, moet ik zeggen, Allah, vergeef mij, wees mij genadig. Ook al ben ik een christen geweest. Ook al ben ik een satanist geweest. Ook al ben ik een tovenaar. Ook al heb ik die en die zonde gepleegd. Naam. Ook al heb je die en die zonde gepleegd. Als jij berouw wilt terugkeren naar mij, dan zal ik jou vergeven, mijn dienaar. Zoals Allah in een andere overlevering zegt. Mag het niet lang maken, ik ben al te laat. Geer, dit verhaal afmaken. Dus hij zei, ik begon te trillen en te hyperventileren. En op een gegeven moment, ik schreeuwde zo hard als ik kan en ik viel bewusteloos neer.
Misschien was hij ook bezeten of zo. Dat is niet vreemd. Hij was een satanist. Hij was een tovenaar. Kan zijn. Dus hij zei, ik viel neer, bewusteloos. Twee of drie mannen verlieten het gebed en droegen mij naar een andere kamer en wasten mijn gezicht en reciteerden de Koran over mij. En vanaf dat moment heb ik nooit de aanbidding van Allah verlaten. En vanaf dat moment heb ik geen enkel gebed in de moskee gemist. Subhanallah. Kijk naar deze man. Hoe hij was en hoe hij is geworden. Ik hoop dat niemand van ons zo erge daden heeft verricht als deze persoon. Dus voor ons is het makkelijker om ons te veranderen. Tijd voor verandering. Als jij wilt dat Allah jouw slechte daden verandert in goede daden, verander dan jezelf. Zet de eerste stap en Allah zal jou bij de hand nemen. En we gaan nou over naar de quiz. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Ach, Abdurrahman, kan je deze uitdelen?